Job, ik trof een soort ongeloof ook nog bij je aan. Kun je het al beseffen? Het doek is gevallen. Ja. Ja, het is zo. Het is echt enorm pijnlijk. Ik heb al meerdere keren geroepen. Ik had die niet zo af willen sluiten. Na twee fantastische jaren hadden we dit jaar ook mooi moeten zijn. Ik had dit niet mee willen maken. De wedstrijd was er ook niet na. We speelden vanaf het begin af aan gewoon goed. Veel druk naar voren. Ik creëerde veel kansen. Dus het was ook gewoon dik verdiend geweest als we hier overheen gelopen waren. Het is moeilijk. Dat het niet lukt. Het doet echt enorm pijn nu. Ja. Past het dan toch een beetje wel in het beeld van de tweede seizoenshelft dat jullie gewoon bijna niet meer weten te scoren? Dat is zo. Dat is een feit. We hebben de laatste de winter gewoon heel weinig gemaakt. En... 7? Ja, je moet scoren. Je moet scoren, absoluut. Anders dan breekt het je op inderdaad. En dat blijkt nu wel. Maar het was wel zo dat we de laatste tijd in de wedstrijden gewoon steeds meer kansen creëerden. We hadden enorm veel vertrouwen in dat het vandaag ging lukken. De wedstrijd verliep zoals we wouden. We hadden er enorm veel zin in. We liepen veel druk naar voren. Creëerde kansen. Ook kansen die er absoluut in konden. Dan moeten ze hangen. Precies, want hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Zoals je zag, één tegen goal is dan eigenlijk dodelijk. Het is misschien heel vers na de wedstrijd, maar als je nou terugkijkt op het hele seizoen, wat is dan voor jou de reden geweest, de hoofdreden dat jullie gedegradeerd zijn? Ja, dat is moeilijk te zeggen, denk ik. Voor de winterstop hebben we het gewoon goed gedaan. We waren nooit de mindere. Wel veel te veel punten laten liggen. Het heeft ons inderdaad ook absoluut niet meegezeten. En na de winterstop is het zo dat je veel te weinig afdwingt. Veel te weinig doelpunten maakt. Dat breekt je nu inderdaad wel op. De sfeer is hier ook een paar maanden om te snijden geweest. Zeker onder de eindfase, onder Boy. Hadden jullie niet als selectie ook gewoon, en misschien jij wel als sterkhouder, ook veel eerlijker moeten zijn? Is dat zo lastig? Vorig jaar hebben we het fantastisch gedaan onder Boy. Voor de winter was er ook nog wel niks aan de hand. En dan kom je inderdaad daarna in een fase waarin je 7 wedstrijden op rij verliest. Dan is het gewoon enorm lastig om te ontzeggen waar het aan lag. Ik bedoel, we scoorden in die fase ook heel weinig. Dat kan ook een reden zijn. Dus nee. Ik heb het van jou niet gehoord hoor, maar ik hoor van heel veel spelers. Ja, hij wist ons tactisch niet meer wat bij te brengen. De chemie was op. Dat voel je toch in een groep dat het niet meer botert? Nee, maar daarvoor botert het wel. Het is daarvoor zo lang goed gegaan. Moet je dan in die fase dat we inderdaad een aantal wedstrijden op rij verliezen meteen over die boeg gooien? Ja, dat is heel moeilijk. Waarom zou dat de reden zijn als het daarvoor wel inderdaad lukt? Je kan het ook als reden zien dat we inderdaad in die wedstrijden gewoon geen doelpunten maakten. Dat is ook zo. Dat kan ook een reden zijn. Dat kan de trainer niks aan doen. Dat was gewoon een moeilijke fase waarin we als team gewoon enorm hard knokten om eruit te komen. En iedere wedstrijd weer vol voor de punten gingen. Ik moet zeggen dat trekt iedereen wat aan. En dan is het enorm moeilijk om daar ook uit te komen. En uiteindelijk is de laatste week is het wel in een stijgende lijn gegaan. We voetbalden beter, we stonden als team beter. We creëerden kansen. Dan trapten ze er niet in. Dat was vandaag hetzelfde als de afgelopen wedstrijden. Ja, het is moeilijk om dat nu misschien te beseffen, maar het zit erop voor jou hier. Je kunt toch terugkijken op een mooie periode, denk ik, waarin je ook gewoon een toptransfer hebt afgedwongen. En terecht. Tuurlijk. Het is nu wat snel, moet ik zeggen. Maar ik heb op zich een fantastische tijd gehad hier. We zijn gepromoveerd. We zijn in de Eredivisie gebleven. Ik heb zelf stappen gemaakt en ook dankzij alles en iedereen hier kan ik nu die stap gaan maken. Maar ik had hier gewoon niet zo wel af willen sluiten en dat is moeilijk, moet ik zeggen. Dankjewel.